We zijn op weg naar de Gouweloze Straat. Het is daar waar Eline Adam woont, muzikante onder andere bekend van Little Trouble Kids en Krankland. We gaan vandaag samen een coronawandeling maken. Hey Eline, goedemorgen. Hallo. Ik ben hier klaar voor een wandeling. Ja, ik ook. Oh, wel. Links of rechts? Ik zou naar daar gaan. Oké, dat is goed, let's go. Je bent nog maar net verhuisd naar Oostende. De dag voor lockdown 2 zijn we verhuisd. En in volle lockdown is er dan niets te doen. Ja, wat doe je dan toch nog wel? We hebben veel gaan wandelen en gaan lopen. En ik heb ook vrijwilligerswerk hier in het AZ-Amiaan gedaan. Op de COVID. Ik vind dat wel fijn. Zo soms is helemaal uit je comfortzone of zo gehaald te worden. En is een heel andere soort plek die eigenlijk een verborgen wereld of zo te leren kennen. Voor mij was Oostende eigenlijk de enige optie. Ik had Oostende opnieuw eigenlijk leren kennen via Tozo. Tozo, de Austin Street Orchestra. Ja, een fanfare van Dak en Thuislozen, van Het Klein Verhaal. Ik vind ook dat Oostende ons met open armen eigenlijk ontvangt. Die nieuwe plaat van Little Trouble Kids die komt eraan. Het is wel echt een hele tijd geleden. Want zo 3 platen op 6 jaar tijd en zo veel spelen. En we wouden onze horizon verbreden. Mm-hmm. En heel veel dingen met sociaal-artistiek werk gedaan. Samenwerking met de psychiatrie, met de Tozo en Het Klein Verhaal. Een residentie in de Singel, een tentoonstelling rond outsidermuziek in Gislain. Het is fijn dat het niet over jezelf altijd hoeft te gaan. Neem dat mee wel naar die nieuwe platen. So I'm gonna put you in disgrace. Underneath my cover, I'm an amateur bitch. Underneath my failure, I'm a broken down bitch. Underneath my cover, I'm an amateur bitch. Ik ben zelf ook eigenlijk historica, al lang geleden afgestudeerd. Maar mijn thesis ging toen over Belgisch Congo. En ik vind dat ook wel zot dat er aan zijn geniale beschermer hier nog altijd staat. Dus wel, ook wel gewoon een moordenaar. Dat is wat jij zegt. Beeld weg ermee en je wil daar een nieuwe invulling. Ik zou dat echt wegdoen, ja. In mijn living zit dat niet staan. Ja, en van een grote geschiedenis eigenlijk daaruit bij Leopold II staan we hier bij een klein stukje Oostendse geschiedenis voor jou, hè? Die nummer 35, residentie Osborne, ja. Is hier aan mijn grootouders een appartementje toen dat ik kind was. Waar we veel vanuit Torhout dan een avondje hier overnachten bij oma en opa. Zalig. En dat is, dat is zo'n beeld op mijn netvlies. Dat is blijven plat en dat beeld dat ik ergens 5 hoog, 6 hoog. Aan het kijken ben naar die ferries die vertrokken en de avondelijke lichtjes op de zee. Super, merci Eline om me mee te nemen vandaag. Graag gedaan. Ja. Ik weet dat het is allemaal nog zo wel een zoektocht, maar ik ben blij dat ik die zoektocht heb kunnen tonen. Ja, zeker sowieso. Ik ben heel benieuwd naar de nieuwe plaat van Little Trouble Kids. Ja, ik ook. Ça va? Ja, cool. Nice.